ja, de geschiedenis van dit gebied. En dat doen we aan de hand van het verhaal van de monniken. De monniken van de Abdij van Egmond. We zijn er net geweest. We hebben het verhaal ook nog eens van alle kanten belicht gekregen. En toen we gingen schrijven wilden we daar een mooi kort lied van maken. Maar dat is het niet geworden. Het is een hele verhandeling geworden. Het is een kroniek geworden. Die alle meer dan 1000 jaar dat de monniken hier al leven en wonen. Niet voor al die tijd, maar dat vertelt het verhaal van het lied wel. Dat we dat beschrijven. Dus, nou. Het gaat ook nog over jouw jeugd. Ja, want dat is dan wel even leuk om te vertellen. Dit is het plekje waar ik geboren ben. En dit was dus een van de eilanden die al in dat meer lag. Het Molenland, dus dat gebied waar ik net over sprak, waar ze dan mogelijk de eerste watermolen hebben geprobeerd. En in mijn jeugd was het zo, dan had je van die winterse dagen, strenge dagen, vorst. En dan hoopte je natuurlijk als jongen dat je kon gaan schaatsen met je vrienden. Maar ja, dat werd natuurlijk nog lang tegengehouden door je ouders, want was het wel verantwoord om het water op de ijs op te gaan? Ja. En dan, of de duvel ermee speelde, maar volgens mij was dat altijd op zaterdagochtend. Dan was die spanning het groot, want dan had je vrij en dan wilde je dat. Maar dan mocht het nog niet, want het was nog te gevaarlijk. Maar er was een redding en die redding die kwam uit de verte. Want als je dan heel goed luisterde, dan hoorde je het al kraken. En dan kwamen dus over de Egmond binnenvaart, kwamen de monniken in hun habijten met witte koorden. En op hun rondrijders kwamen ze aangeschaat. Eigenlijk op het moment dat je denkt, dat kan helemaal nog niet, zij deden het. En dan kwamen ze hier dus langs en dan gingen ze daar onder de brug door. Dat was helemaal een enge situatie, want dan had je natuurlijk een bekende kluunplek. Maar ze gingen er gewoon onderdoor. Ze hadden natuurlijk de zegen van boven. Ze konden niet en ijs van onder. En dat was ook het moment waarop mijn vader en mijn moeder dan zeiden, oké jongens, jullie kunnen gaan schaatsen. Nou, zullen we dan maar. Ja. Van over zee en voerden heil en zegen mee. Voor meer dan 1000 jaar op de kust gestrand, betraden bij Egmond het woeste land. Van Ierland gevaren met het heigend hert, het zijn de monniken van Adelbert. Hij spreekt het woord en rijdt op het strand, het verloren volk. Zijn zalvende hand. Hij biedt zijn hulp met raad en daad tegen de Noorman die hen naar het leven staat. Naar het leven staat. Hij schept het wonder van het duinenland als een kapel verschijnt. Van onder het zand, van onder het zand. En toen hij stierf en heilig werd, bouwden de monniken van Adelbert. Op last van de graaf een abdij, zo machtig groot met heerschappij. Bouwen man aan man en steen voor steen. Dan heel sereen, in alle stilte, afgeschreven woord, in hun annalen leeft de historie voort, de historie voort. Daar was plots die vrede zee, bracht dood en angst bij ontij mee. Toen allerheilige de stormvloed kwam, bouwden de monniken aan een dam. Stellen zich met het volk te weer, tegen de waterwolf, keer op keer. Bedijken met de wind,
en op de been. En in hun strijd gaan eeuwen heen, gaan eeuwen heen. Toen de Spanjaard dreigend werd, vluchten de monniken van Adelbert. Als het geuzenvuur woedt door het land, gaan huis en haard en abdij in brand. Vlucht met hun vlucht de stilte mee, als een echo klinkt. Zie ik de monniken van Adelbert, schaatsend op de vaart met bruin habijt, in de spiegel van de tijd. Hun beeld gevangen in het zwarte ijs, al meer dan duizend jaar op reis. Zie ik in mijn molenland vandaag nog steeds Adelbertus hand, Adelbertus hand, Adelbertus hand, Adelbertus hand, Adelbertus hand. Mooi, ja. Nou, dat was het weer.